Hoi, leuk dat je kijkt. Ik heb een tutorial video voor jullie. En in deze tutorial ga ik jullie een look laten zien met alleen maar producten van het budgetmerk Catrice. Hier heb ik alle producten in zitten die ik heb gebruikt. Ik durf hem niet verder omhoog te doen, want dan gaat alles eruit vallen. Maar ik zal alles duidelijk laten zien. En eigenlijk is het best wel leuk om te zien dat je, denk ik, nou voor ongeveer 30 euro eigenlijk gewoon een complete look kunt maken met producten van Catrice. En dan heb je ook gewoon echt alles. En ik hou heel erg van budget, dus ik dacht, waarom niet? Dus ik zou zeggen, heel veel plezier met deze video. Ik begin met de primer. Dit is de Prime and Fine Pore Refining Anti-Shine Base. En deze matteert mijn gezicht. Dan is het tijd voor mijn foundation. Ik gebruik de Olmatte Plus Shine Control. En deze is heel mooi mat. Ik gebruik de kleur licht beige. De concealer die ik gebruik is de Retouch Light Reflecting. Dit is in de kleur licht nude en het fijne aan deze concealer is dat hij donkere plekken lichter maakt. Dan breng ik een poeder op. Ik gebruik de Olmatte Plus Shine Control Powder in de kleur transparant. En deze is ook weer mat. Dan is het tijd om te contouren. Ik gebruik hiervoor de Sun Glow Matte Bronzing Powder. En dit is de kleur Deep Bronze. Voor de blush heb ik gekozen voor de Defining Blush. Ik heb de kleur Tink Pink en deze die blend ik heel erg goed met mijn bronzer. Dan ga ik highlighter gebruiken. Ik gebruik de Illuminating Highlighter Pen en dit is een zilver roze ei highlighter. En die breng ik aan op delen van mijn gezicht. Doordat ik highlighter heb aangebracht, zijn er een aantal delen van mijn gezicht niet meer zo matterend. Daarom breng ik de Prime van Matte Fit Powder aan. Dit is gewoon een transparante poeder die ik over mijn gezicht verdeel, waardoor alles weer mat is. Hiervoor gebruik ik een kwast van Catrice. Ik gebruik de Prime and Fine Eyeshadow Base en deze zorgt ervoor dat mijn oogmake-up langer blijft zitten. Het oogschaduwpalet dat ik gebruik is het Absolute Rose palet. Hiervan ga ik een aantal kleuren gebruiken voor mijn look. Deze donkere kleur die breng ik aan in de buitenste ooghoek. De donkere kleur die blend ik uit.
Deze lichtere kleur die breng ik aan in de arcadeboog. Ik gebruik hiervoor een applicator van Catrice. Ook deze kleur blend ik uit. In de binnenste ooghoek breng ik wat van de lichtste kleur aan. Mijn wenkbrauwen teken ik bij met de Eyebrow Stylist. Ik gebruik de kleur Brown Eyes Peace. En wat ik heel erg handig vind aan dit potlood is dat aan de achterkant een borsteltje zit. Daarnaast zet ik mijn wenkbrauwen met de Lush Brow Designer. Dit is een doorzichtige gel en die houdt mijn wenkbrauwen op zijn plek zoals ik ze graag wil hebben. En daarna borstel ik ze nog even door. Onder mijn oog, in de buitenste hoek, breng ik dezelfde kleur aan als die ik gebruikte bij de arcadeboog. Daarnaast breng ik de kleur aan die ik gebruikte in de buitenste oog. Dan naar binnen breng ik de kleur aan die ik gebruikte op het bewegend ooglid halverwege. Onder mijn wenkbrauwen gebruik ik de Eyebrow Lifter. Dit is de kleur Lift Me Up Scotty. En deze geeft een lichter effect onder mijn wenkbrauwen, waardoor ik dus geen highlighter hoef te gebruiken daar. Ik gebruik een eyeliner pen. Ik gebruik de Kelly Crab Ultra Slim Eyeliner Pen. Mijn wimpers krul ik met een normale wimperkrulten. Ik gebruik de Jetless Speed Volume Mascara. Dit is een ultra black mascara voor veel volume. Omdat de mascara die ik aanbracht niet waterproof is, zet ik er een waterproof topcoat overheen. Mijn lippen omlijnd ik met het Long Lasting Lip Pencil in de kleur The Perfect Pinkini. De lipstick die ik gebruik is uit de Metal Lure Limited Editie. Die is ook niet meer te koop. Hij heet Meta Light. Over mijn lipstick breng ik een lipgloss aan. Dit is de Lip Appeal. Er staat helaas geen kleur op.